We kunnen er niet omheen. Anderlecht-Standard is de match van het weekend. We bellen met Jelle van Damme, die 26 keer deze Classico speelde. We bellen ook met oud-Heverlee Leuven-trainer Mark Brijs om eens echt te checken of hij zijn spelers kakkerlakken te eten geeft. En in mijn zetel zit iemand waar menig kijker op jaloers is, want hij heeft Diego Armando Maradona meerdere keren live aan het werk gezien. Welkom bij 11 Corner. Ja, welkom Frank. Welkom, bedankt voor de uitnodiging. Het was vandaag een beetje een wisselvallige dag. Ja. Kan je dan mooie foto's trekken? Ja, het is mooier als er wolken zijn, vooral als je de zonsopgangen of zonsondergangen trekt. Dan mag er wel wat dramatiek in de lucht zijn en dat geeft dan altijd betere foto's. Ja, dit is er eentje van de Schelde vanuit mijn terras. Dit is New York, ja, mooie foto's moet ik zeggen. Dit is het Centraal Station. Ja, ja, inderdaad. Dat is in. Dat is niet een relatief. Dat is in Thailand. In Thailand, ja. En dit is de overkant van de Schelde, de linkeroever, met een mooi beeld. Hè. En dit zijn wij. Dat zijn straffe foto's. Hè. Je dropt die dan op Instagram. Maar recent heb je ook een eigen website waar je. Ik heb een eigen fotowebsite ontwikkeld. Allee, ik heb dat laten doen, want dat is wel moeilijk. Omdat vooral het moest snel gaan. Het moest ook goed marcheren. Het moest helder zijn. En, ja, dus frankraas.be. En daar zijn er heel wat portfolio's te vinden met foto's. Onder meer van de Scheldeborg, maar ook van mensen. Er zijn ook straatfoto's bij. En, die zijn zelfs te koop. Ja. Dat staat er allemaal bij. Dus. Zou je ze aanraden als kerstcadeau? Ja, zeker, uiteraard. Ja. Beter kan niet. Oké, bon. Genoeg reclame gemaakt. Ja, frankraas.be. Dat ging deze week ook over het pensioen van Martin Tange als journaalanker. Ja. En dan viel jouw naam opnieuw, uiteraard. Omdat je ook wel de pensioensgerechtigde leeftijd voorbij, ik ben ouder dan Martin. Ja, vind je dat ambetant? Ja, ik bedoel, dat altijd daar iets aan verbonden wordt. Vooral als je natuurlijk voor een staatsbedrijf of een bedrijf dat toch door de staat gefinancierd wordt, of door Vlaanderen, dan moet je met pensioen gaan. Hè. In privé is er eigenlijk nauwelijks sprake van. Hè. En ik zeg altijd, Bruce Springsteen, gaat hij met pensioen? Gaat Arno met pensioen? Ik weet het niet, Charlie Chaplin, die was op zijn 84ste nog bezig. Dus ik zie de grenzen. Nu ben je dan minder goed omdat je 65,5 bent tegenover 64,5. Nee. Dus ik vind gewoon, dat dank van jezelf af. En als de mensen jou nog capabel genoeg vinden om het te doen, dat speelt ook een rol. Hè. Je mag ook niet te lang doorgaan. Maar jij hebt geen plannen om het rustiger aan te doen, hè? Want nee, maar we kunnen hier toch even een scoop geven. Ik doe het wel enigszins rustiger aan. Hè? Ik bedoel, maar je gaat wel wedstrijden doen voor 11. Want dat is eigenlijk toch een beetje vanaf nieuws. Vanaf volgende week zou ik wedstrijden gaan doen voor 11, ja. Zultewaarheim Anderlecht zal de eerste zijn voor 11. Maar ik heb het natuurlijk ook voor andere zenders en Proximus bijvoorbeeld ook gedaan. Voor de VRT natuurlijk zeer lang. Maar voor de VRT doe ik geen live match meer. Ook. Omdat er al minder rechten zijn, er zijn ook minder wedstrijden om te commentariëren. Dus zou het een beetje raar zijn dat ik dat nog zou doen. Maar extra time loopt natuurlijk ook nog. En voor 11 ga ik dan ook in gang schieten. Hè. Ja, bij deze wil ik je wel officieel welkom heten bij 11. Okay. Dus dit weekend nog geen Frank Raas op tv? Nee, Zultewaarheim Anderlecht op een vrijdag volgende week. Oké, okay. Maar over dit weekend gesproken. Ja. Er zijn heel wat leuke affiches. We hebben het al in de intro verteld. Een interessant weekend. Anderlecht Standaard. Maar de laatste wedstrijd van het voetbalweekend is ook een zeer interessante. Dat is Antwerpen-OHL. Opnieuw een maandagwedstrijd voor het team uit Leuven voor de tweede opeenvolgende week. Afgelopen maandag, heb jij het duel tussen OHL en STVV niet kunnen zien, want er was extra time. Ja, natuurlijk. Ik heb wel stukken gezien en ik heb ook de samenvatting gezien natuurlijk. En dan, weet je nog op hoeveel die match eindigde? Gelijk was het. Ja, het was 2-2. En ik wil eens bij Mark Brijs polsen. Ja, of hij dat puntenverlies al een beetje verteerd heeft. Mark? Late goal. Hey, goedemiddag. Kan je nu 3 dagen na het gelijkspel tegen STVV leven met die puntendeling? Moeilijk. Late goal. Niet zozeer om die puntendeling, maar vooral op het spelpeil was echt ondermaats. En, dat blijft altijd wel nazinderen. Dus daar zijn we nu op aan het werken, hè, voor dat niet meer te laten gebeuren. Er was één opvallende fase, Durking, die zwaar doorging op Frederik de Plus. Hoe is het met Frederik de Plus gesteld? Hij is gisteren geopereerd. Hij heeft een scheenbeenbreuk. Ik weet niet of je een scheenbeen kent, maar dat is een heel dik, sterk been. Dus dat is gebroken. Dus hij moest ook voor de stevigheid, ze noemen het een nagel, dat is een heel lange pin die parallel met het scheenbeen, met de tibia loopt. Uh-huh. Dus dat was een moeilijke operatie en hij is gisteren geopereerd. Hij heeft uiteraard nog veel pijn, maar de operatie is wel gelukt. Dus, is er een prognose? Hoe lang is hij onbeschikbaar?
Ja, door die pin erin te steken zou hem sneller terug kunnen revalideren dan zonder. Dat hem dan minder atrofie van de spiermassa heeft. Toch minstens een half jaar. Hè. Maar zou hij dan met die pin spelen of moet hij er dan eerst nog uit? Nee, er kan mee gespeeld worden, ja. Dat is straf. Kan alleen niet gepasseerd worden op de luchthaven, maar voor de mensen kunnen wel. Ja, maar ik heb hier ook titanium zitten, dat lukt. Ja, ik heb ook in mijn enkel een plaat en een pin zitten en dat alarm gaat niet af als we op de luchthaven komen. Maar goed, over naar die tackle. Die werd begaan door een ex-speler van jou, Chris Durkin. Hij heeft zich wel geëxcuseerd een dag later. Maar jij liet wel optekenen dat hij eigenlijk voor de rest van zijn carrière geschorst moest worden. Ben je nu iets minder streng voor het Amerikaan? Zeker niet om de laat-tijdige excuses. Nee, ik vind... Dat zijn voetballers en collega's onder elkaar. En als je de fout ziet, met welke snelheid, de impact die heeft, is dat eigenlijk een intentie voor iemand te kwetsen. En ik kan me er niet van ontdoen dat ongehoord en onbegrijpelijk is. Collega's onder elkaar... Duels en voetbal is fysiek en een contactsport, dat niet te nagelaten, maar de manier waarop het gebeurde, de wijze ook, het gebrek aan bezorgdheid achteraf. Dus Frederik moest erop met een draagberie af van het veld, nog geen enkele intentie om even te gaan kijken en excuses aan te bieden, passeert onze bank met een grote smile. Dat zijn toch zaken die wijzen op een soort bewuste actie. En vooral voor de situatie van Frederik een beetje te schetsen, is hij aan de contract, is 30 jaar. Dus heeft kinderen, heeft familie, dus die is verantwoordelijk en die moet gaan instaan voor zijn familie en kan het eigenlijk nu niet maken. Dus ik kom toch in een moeilijke situatie door het ongezien gedrag wat puberaal gedrag. Jij kent die Durkin. Had je dat van hem verwacht dat hij daartoe in staat was? Eigenlijk niet. Hè. Ik heb hem leren kennen als hij 18 of 19 als hij van Amerika kwam. Heel bescheiden, ook heel leergierig. Gaandeweg wel uiteraard wat meer spelen, maar was op dat moment daar nog niet echt klaar voor. Dus ik vond het eigenlijk vooral gek. Ik denk dat ze vooral heel hard opgeladen waren voor die wedstrijd. Vanuit een zekere agressiviteit. Ze hebben ook wel meer de punten nodig dan Oud-Heverlee de Leuven. Want ja, bij jullie loopt het vlekkeloos. Jullie parcours, jullie staan achtste na 13 matchen. 11 op 15 tegen de G5. Ja, OHL zat vorig seizoen in 1B. Had je... Niet nu gedacht van, maar dit loopt makkelijker dan vooraan verwacht? Het zijn 12 wedstrijden nog voor ons, want we hebben nog niet een wedstrijdje tegen Moussa Kroon. Verwacht, ik denk dat het... Dat verwacht niemand. Hè. Ja, uiteraard is een groot onbekende factor. Te meer omdat er eigenlijk in die eerste periode voorafgaande kon die competitie een soort in een gijzelingsfase... waar je niemand kan aantrekken, waar contracten willen snelst moeten verlengd worden om die finale wedstrijd, die er achteraf dan, of voorafgaande kan de wedstrijd totaal geen waarde niet meer heeft. En dan moet je de week nadien, korte week nadien, dan moet je in eerste starten. Dus dat is toch wel een aanpassing. En ik denk dat de spelers dat heel snel goed opgepikt hebben. En gaandeweg vertrouwen hebben geput en afgetoetst hebben dat als wij gedurfd en met veel animo en beweging durven spelen, dat wij een moeilijke tegenstander kunnen zijn. Om met veel beweging te spelen, dan moet je natuurlijk hard trainen. En de signalen die wij altijd krijgen, is dat jullie er stevig de pees op leggen. Klopt het? 2 maal per dag 2 uur training bij Oud-Heverlee de Leuven? Dat zou wel eens kunnen, ja, maar zeker niet altijd. En ik denk, we hebben 3 physical coaches, dus ik denk dat die er zeer waakzaam op zijn, dat er geen overbelasting is. Voetbal is vrij eenvoudig. Er zijn vier aspecten in voetbal. Dat is techniek. En vaak zijn de rijkste ploegen daar het verst in. Kunnen die meer techniek aan de dag leggen. Dat is moeilijk om dat nog aan te leren. Maar er zijn 3 andere punten, bijvoorbeeld het fysiek, waar we het nu over hebben.
dan kan je door intenser te trainen, kan je daar een aantal percentages ten opzichte van die goede ploegen goed maken. Het zijn met een zekere strategie, tactiek eigenlijk te hanteren. Maar vooral ook met gezamenlijk, een soort teamgebeuren. Als je daar samen iets vormt. En dat zorgt voor betrokkenheid, verbondenheid. En dat zorgt ook voor meer strijdlust tijdens die wedstrijden. Als je dan strategie koppelt aan teamwork, dan kom je wel zeer snel uit bij het andere stokpaardje bij OHL. Dat zijn de standaard situaties, de vele varianten daarvan. Hoeveel uren per week ben jij en met je assistenten daarmee bezig? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. wat wij op het veld doen, is... We zijn daar twee keer in de week en zijn wij daar op het veld echt concreet mee bezig. Maar ook buiten die uren zijn wij er ook wel mee bezig. En vooral Bram Verbist heeft zich dat aangetrokken en is daar obsessief ook mee bezig. Zowel defensief als offensief. En dat rendeert. Hè. Ik heb juist de papierdries bijgenomen. 52,2% van onze doelpunten via standaard situaties. Dus, Wat ga je dit weekend doen als standaard situatie? Geheim natuurlijk. Tegen Antwerpen gaan we geen hoge ballen spelen. Nee, struizen, jongens. Klopt het dat Bram Verbist een beetje slecht gezind wordt als Frank en zijn collega's in extra time die standaard situaties van jullie onder de loep leggen? Ja, extreem slecht gezien. En wij zitten er altijd mee natuurlijk. Dat is het grote probleem. Nee, dat is ook wel... Dat is een compliment van wij Frank. Wij zetten hem in de bloemen. Dat is een compliment en hij neemt dat ook wel op. Hè. Maar hij wordt natuurlijk ook een beetje geplaagd door Wiedersson. Maar dat loopt wel goed. Hij kan dat wel pruimen. En Bram is ook... Dat is iemand van Antwerpen. Dus die humor van Frank lukt wel. Ja, de jongste weken gaat de naam Mark Brijs wel over de tongen. Je zei nee tegen KRC Genk. Je hebt dan een contractverlenging getekend bij je huidige werkgever. En je hebt ook gesteld dat je liever kampioen wordt met Oud-Heverlee Leuven over enkele jaren dan meteen met Racing Genk. Is dat realistisch? Gaat dat lukken? Ja. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wat ik wel kon vaststellen, wat deels... mijn beslissing heeft, of grotendeels zelf, mijn beslissing heeft gemaakt, is dat ik heb met de president van Kimpower gesproken. Als zij praat, wat een heel rationele dame is, dat die spreekt dat OHL met de tijd, en dan spreken we niet over 2-3 jaar uiteraard, maar op lange termijn, dat een speler in Europa gaat zijn. Dan heb ik gevraagd, Europa, België bedoel je? Nee, Europa. Dus dat wijst toch wel op het potentieel dat aanwezig is. En al de plannen ook, wat er nog aan expansie kan gebeuren, leidt er toch dat dit een zeer solide ploeg is met heel veel ambitie. En vooral een heel goed voorbeeld heeft met Leicester. Dus, je kunt je staf behouden natuurlijk ook, hè, de mensen... Die dicht bij jou staan. Ja, dat komt bij Genk ook wel. Hè. Nu, ja, maar dus, toch wel. Dat was het probleem niet. Maar dat is een keuze die je moet maken. En ik denk vooral dat de uitdaging, als je aan iets kan werken of mee opbouwen, dat die voldoening dan ook groter zou kunnen zijn. Dus het is aan ons om nu te tonen dat het eventueel kan lukken. En nogmaals... Dat verhaal over die titel, dat is iets over lange termijn. Dat is niet voor morgen uiteraard. Een slotvraagje nog, Mark. In de voorbereiding heb je spelers kakkerlakken voorgeschoteld, heb ik ergens gelezen. Dat is wel een bizar verhaal. Hè? Heb je ook zelf geproefd? Uiteraard niet. Dat was een test, hè, een proef. En ik denk dat je altijd grenzen moet verleggen. En een van die proeven was, en dat is altijd twee teams tegen elkaar. En dat was levende springkanen, kakkerlakken. En elk ongedierte, of hoe noemen jullie dat, had een waarde aan punten. En de kakkerlakken waren inderdaad het hoogste van waarde. Dus maar heel... De vaststelling is dat bijna iedereen er heeft van gegeten. Hè. Dus iedereen heeft daar... Wormen waren er ook bij, de meest vieze beesten. Ja. Ze hadden geen maagklachten achteraf, de spelers. Wat zeg je? Ze hadden geen maagklachten achteraf.
Nee, vonden sommigen vonden het zelfs een beetje likken. Dus dat is nog meer bizar. Bram Verbist er ook. Het is wel te zeggen dan? Hoe je in een zeker land kan verzeild geraken en daar gedreven wordt of geduwd wordt voor toch wel heel ver te gaan. Ook met die slangen in die bakken. Uh-huh. Als je blind ook moest hun hand erin steken. Ook deze is toch wel echt een... Nou, jezelf overwinnen. Hè. Dus exotische dieren, insecten, dat is het succesrecept bij Oud-Heverde Leuven. Ik wil je bedanken voor dit gesprek, Mark Brijs. En veel succes maandag tegen Antwerpen. Dank je wel. Goed, groetjes. Mark. Frank, bye. Ciao. Ja, Frank, Antwerpen-Oajel, dat is de maandagmatch. Maar iedereen kijkt toch uit naar de confrontatie tussen Anderlecht en Standaar. Standaar heeft wel maar 2-6. Een puntje gepakt dankzij de doelman Arno Bodaar in het absolute slot tegen Eupen. En Anderlecht, die had Kiel verlaten met de staart tussen de benen. Kort, wat verwacht jij van die match? Ja, dat zijn twee ploegen die eigenlijk nog een beetje zoekende zijn, die toch wel punten hebben, zeker Standaar. Maar dan toch weer een punt laten liggen ook. Ja, het is een beetje zoekende. Hè. Predom is daar weg en dat draaide ook al niet de best, want Predom kreeg het toch ook niet op de rails. Dan moeten dan spelers vertrekken. Obi Oulari, waar wij allemaal zoveel van verwachten. Dat blijft toch een beetje zoeken. Want het is een van de betere spitsen, intrinsiek, die in ons land rondloopt. Hè. En, er zijn ook spelers vertrokken natuurlijk. Marin, en dat is een tijdje geleden, maar die missen ze wel. En, ik weet het niet goed. Het zijn twee zoekende toppers. Het is de Classico, noemen wij dat in België wel. Terwijl dat natuurlijk niet is. Maar het zijn valt wel... misschien wel te vergelijken met echte Classico. Real Barcelona, die ook niet een fantastisch niveau halen. Nee, maar ook zonder publiek is dat natuurlijk ook heel wat anders. We gaan geen toestand hebben zoals de voer die wordt uitgespuwd door de vroegere eigen supporters. Dus het is raar, hè? Het is een leeg stadion. Anderlecht, dat lege, dat blijft toch een invloed hebben, denk ik. En Kompany zit toch een beetje in de problemen. Ja. Want zo max spelen om te beginnen, een soort passie missen. Maar er zijn ook veel nieuwe spelers. Hè. En je hebt dan een enorm talent als Sambi Lokonga. Ja, Sambi zet nu eens de stap. Ja, de nieuwe spelers die zijn er. De oude speler die hangt voor ons aan de lijn. We willen ook eens polsen bij de verwachtingen van iemand die bij de kampen gezeten heeft in zo'n klassico, Jelle van Damme. Wie is voor jou, Jelle, de favoriet komende zondag? Favoriet? Moest ik er geld op moeten zetten, ik zou mijn geld op Standaar zetten momenteel. Is dat ook je favoriet, toucourt, als ex-speler van beide teams? Heb je nog iets meer een hart voor Standaar dan voor Anderlecht? Ja, ik denk wel dat ik dat kan zeggen, ja. Dat ik er toch een betere klik bij had, moet ik zo zeggen. Maar ja, ik heb 4 fantastische jaren gehad in Anderlecht, dus ik kan er eigenlijk niet slecht over zeggen. Beker gewonnen, 2 keer kampioen gespeeld, Champions League gespeeld, Europa League gespeeld. Dus alleen maar goeds over te vertellen. Maar ik denk, als je mij nu vraagt, resultaatgericht naar dit weekend, dan geef ik toch... de voorkeur op Standaar. Ja, vorige week hebben de Anderlecht-spelers van Kompany na de nederlaag tegen Beerschot de wind van voren gekregen. Maakte dat vroeger indruk op jou, zo'n briesende coach? Ja, sowieso. Hè. Als dat niet te veel gebeurt, dan maakt dat sowieso indruk. Dan komt dat ook aan. Dus ik hoop dat de jongens die boodschap dan opgepakt hebben en begrepen hebben. Maar als dat niet te veel gebeurt, komt dat zeker aan. En zeker iemand gelijk Vins. En met toch een bepaalde uitstraling en gezag. En komt dat zeker aan. Ik heb het omgekeerd ook gehad. Bijvoorbeeld Guy Luzon. Dat was iedere week zo. Maar op mijn deur kun je dat niet meer serieus pakken. Hè. Dat was dan het volgende probleem. Maar als er niet te veel gebeurt en op gepaste momenten, vind ik dat wel iets goeds, ja. Bij Anderlecht heb je niet met de Kompany samengespeeld. Wel, dat samen de kleedkamer gedeeld bij de nationale ploeg. Maar zou jij eigenlijk graag door Kompany gecoacht worden? Ja, tuurlijk. Hè. Waarom niet, denk ik. Vince heeft een bepaalde visie waar hij volledig achter staat en vast bij houdt. Dus die weet wat hij naartoe wil. Dus ja. Ik zou wel Vince als coach willen. Ja. Maar waarom geef je dan Standaar de voorkeur? Ik denk dat die momenteel als ploeg iets meer balans hebben en iets meer evenwicht in de ploeg hebben. Hoe moet ik het zeggen? Op het veld. Welke indruk geeft Philippe Montagnier jou als trainer? Ja, goed. Hè, ook iemand die wil voetballen, is gewoon wel de coach. Dat is altijd leuk om te zien. Maar ja, ik denk dat is ook een beetje de omstandigheden dit jaar. Ook wel wat blessures gehad. En
Ik denk dat sowieso dit seizoen een heel raar seizoen is. Ook met die COVID natuurlijk. Maar ik denk wel dat het een interessante wedstrijd kan worden. Ik denk dat die coach momenteel dat hij goed bezig is. Dat er ook niet meer kan verwacht worden van hem momenteel als trainer zijn. Met hetgeen wat hij voor handen heeft. Ja, je zei dat, En ze doen het ook niet. Ze doen het ook niet slecht. Hè. Zo simpel is het. Je zei daarnet dat de company een welbepaalde visie heeft. In die visie is Jari Verscharen flankspeler. Ja, dat lijkt niet een supergoeie match te zijn. Ja, Frank, het lijkt zelfs soms voetbalplezier te ontbreken op die positie. Ja, dat is allemaal bij anderen. Je zit zo vast in structuren op dit moment. En Jari, ja, die moet terugvechten. Hij zat ook op de bank begin van het seizoen. En rechts vooraan, ja, dat ligt hem niet. Maar ja, ik vind wel dat hij talent genoeg heeft om overal mee te kunnen spelen. Hè. Hij zou bijvoorbeeld wel liever op de plek van Percy Tau staan. Ja, iedereen wil daar staan. Hè. Dan mag je vrije rol, zoals Holzhauser, lopen wat je wil. Maar ja, ik vind dat Jari Verscharen dat daar ook moet kunnen. En niet tegen zijn zin daar moet spelen. Hè. Links, rechts. Ja, en hij moet nog stappen zetten, hè. Punt aan de lijn. Ja. Jelle, slaat jij daarbij aan? Ja, 100%. Hè. Ik denk wat Frank ook zegt, klopt ook. Ik denk dat Jari iemand is van de... Momenteel zeker in België de meest getalenteerde spelers die er rondlopen. Dus spelen met zulke kwaliteiten moet eigenlijk geen probleem hebben op de flank te spelen. Ik denk dat het eerder een probleem is met wat Frank ook zegt. Goesting, geen goesting. Dus ik denk, Jari is een van de beste voetballers momenteel in België te rondlopen. Dus oké, dat is zijn beste positie. Maar ik denk dat hij momenteel even de knop moet omschakelen en de switch moet maken in zijn hoofd. En proberen gewoon aan de ploeg te denken en aan het collectief. En zich ook te amuseren. En ja, misschien loopt dat dan weer volledig anders. Ja, ik heb het ook meegemaakt. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is dat nog goed uitgedraaid voor mij. Dus dat is kwestie van... mindset, denk ik ook. Hij klinkt toch een beetje als een volleerde voetbalanalist, hè, Jelle van Dam? Natuurlijk, Jelle. Jelle heeft ook inderdaad verschillende posities gespeeld. Centraal en links. En, ja, en hij pikt waarschijnlijk ook elke week heel wat matchen mee, Jelle. Kijk je veel voetbal, ja? Ik kijk regelmatig voetbal, ja. Sowieso, ik volg het. Dus, ja. En waar ga je spelen binnenkort? Ja, voilà. Hoe erg mis je het spelletje, wou ik vragen. Ja, ik mis het spel, hè. Ik mis het spel sowieso. Maar het valt eigenlijk best allemaal goed mee. Ik hou me bezig. En ook met andere dingen en andere zaken en andere sporten. En, hoeveel... Maar ik blijf wel bezig. Maar ja, je mist... Weet je wat je vooral mist? Is die trainingen ook. Hè. Ik train ook nog super graag. Ik deed ook nog graag. En die kleedkamer ook. En dan zulke matchen. Hè, daar doet je het voor. Ook al is het zonder publiek. Wat ook wel een weerslag gaat hebben op zulke wedstrijden. Maar beschrijf je situatie nu eens concreet. Hè? Want we hebben... ooit gelezen dat er wel sprake was van interesse, van Antwerp, van Standaard. Maar op dit moment ben je nog altijd vrij. Is er iets aan het bewegen? Niet dat ik weet. Ik heb al wat aanbiedingen gehad, zowel binnenland als buitenland. Maar ik weet dat ik mijn opties klein gehouden heb. En ook bewust. Omdat ik niet alleen aan mezelf moet denken en wil denken. Kinderen. Mijn kinderen dan vooral. En die zijn me nu ook zo gewoon de laatste 4-5 maanden. Dus ik ga niet zomaar voor eender welke club of buitenland of ploeg hun leven ook weer moeilijker gaan maken of een wereld op zijn kop gaan zetten. Dus daar heb ik er niet meer voor over. Dus, het moet gewoon iets zijn wat me ligt, waar ik 100% achter kan staan. En hoeveel kilometer per week fiets je tegenwoordig? Want je fietst veel, heb ik begrepen. En, ik fiets veel, ik fiets graag. Eens moeten kijken op mijn veel, hè? Applicatie. En, genoeg. Ja, we hebben je ook zien fietsen op Instagram nog niet zo heel lang geleden. We kijken eens even naar de beelden. Hoe belandt je in godsnaam in het wiel van Oliver Naassen en Olympisch kampioen Gerecht van Avermaat? Dat is ervaring, hè? Dat is goed zitten. Hè? Weten waar je moet zitten. Hè? Nee, ik ken Gerecht eigenlijk al even. En Oli ook sinds een paar jaar. En ja... Maar je hebt zelf nog gefietst. Ik laat te spreken. En, weet je, ik ga alleen maar met die jongens meerijden als ik weet van ik ga kunnen volgen, et cetera. Dus. Maar je hebt zelf nog gekoerst, hè? Ja, maar dat is lang geleden. Hè, heel lang geleden, maar toch. Hè. En Evi van Dammen is familie, hè? Ja. Wel, ik heb zo'n groepje met mijn broer en mijn neven, waar we eigenlijk wekelijks mee fietsen. En dat is ook strakke tempos. En ik had zoiets van, weet je, als je met die mannen eens kunt meerijden af en toe, dat is leuk. En, die geven gas en zolang dat je kunt volgen, is dat,
is dat goed en is dat fijn. Hè? En liegt niet, hè? Want, dus, want we hebben natuurlijk een getuigenis gevraagd om eens te kijken hoe het toch met die topconditie is van Jelle. Hey Jelle, het is hier met Greg. Ik snap er echt niks van dat je nog altijd geen ploeg hebt. Ik heb het met eigen ogen kunnen zien dat je nog altijd in topconditie bent. Mij kreeg je natuurlijk niet af, maar Oliver die moest er op een bepaald moment toch wel lossen. Hè? Dus ik hoop dat je nog een goede club vindt en dat je carrière mooi kan afsluiten. Het allerbeste. Schitterend. Als clubbestuurders dit zien, dan gaan ze denk ik wel overstag. Hè? Als een Olympisch kampioen zegt dat je in een topconditie verkeert. Ja, ik denk dat wel door zeggen dat mijn conditie top is en dat ik om toch wel even niet meer te voetballen, ben ik nog nooit zo scherp heb gestaan. En voilà. Maar we zien wel. Geen stress en we zien wel. Veel fitness ook, hè? Ja. Ja, dat doe ik ook wel graag. Dus voilà. Je mag ook nog even gewoon on-camera een oproep doen, hè, naar scouts in België. Nee, dat doe ik niet. Sorry, dat doe ik niet. Nee. Goed. Ik hoop wel dat je snel weer op een voetbalveld kan staan, want je mist het echt wel. Ja. Ik mis het sowieso, hè. Ik bedoel, maar ja, ik weet ook wel van... het kan goed zijn dat ik binnen een paar weken zeg van het is goed geweest, tijd voor andere dingen. Dan is dat ook zo. Ik denk dat er veel belangrijker dingen zijn in de wereld dan alleen maar voetballen, dus... En wat zijn die andere dingen dan, Jelle? Wat zijn die andere dingen? Heb je een plan B? Ik heb sowieso een plan B. Ik ben met dingen bezig waar ik zelf nog niet veel van kan zeggen. Dus voilà. En ook een beetje dingen doen wat ik eigenlijk nooit heb kunnen doen. Gelijk nu, en daar kan ik ook wel van genieten. Zondag is zondag nu. Hè. Zondag is voor mij een zondag. Staan dan bakker gaan en voetjes omhoog in de zetel. Voetbal kijken, koers kijken en voilà. Voilà. Geniet zondag van de wedstrijd tussen Anderlecht en Standaard op 11. Ik wil je bedanken voor dit gesprek en veel succes. Oké, boys. Jelle. Dag. Ciao. Ja, Frank, we hebben het daar net al heel eventjes aangeraakt, hè, dat Anderlecht en Standaard niet in de beste flow zitten, maar ze zijn misschien wel verplicht te winnen. Want de fans van Paars-Wit die zijn naar het oefencentrum gekomen, hebben daar een spandoek afgeleverd met de niet mis te verstaande boodschap voor Company. En hij lijkt het zelf ook wel te beseffen. Dat zien we in een stukje uit een lange reportage die dit weekend getoond wordt op 11. On avait un public qui était absolument acharné. Parce qu'on vit tous. On vit tous cette situation. On le vit tous mal. On a tous mal. Une défaite, ça a plus de conséquences ici qu'ailleurs. Peu importe le niveau réel de l'équipe. Ici, ça a beaucoup plus de conséquences qu'ailleurs. Et donc, mais ce fait que on est souffert, ça fait en sorte aussi qu'on s'est encore plus rapproché de l'essentiel et finalement c'est le club. Et donc nos supporters, et on a beaucoup parlé de la saison passée, mais quand même, à quel moment est-ce qu'on n'a pas pu compter sur nos supporters? Jamais. Toujours là. Et ça fait en sorte, ça me dérange qu'ils ne soient pas là, surtout pour les matchs à domicile, aussi à l'extérieur, mais à domicile quand même pour faire la différence, parce que c'était notre force. Mais ça le sera bientôt, j'espère. De reportage die kan je dit weekend meepikken op televisiekanalen van 11 en waarschijnlijk ook wel op de OTT en op de social media. Genoeg over de Classico. Er zijn natuurlijk nog veel meer wedstrijden. Laten we het programma er eens bijnemen van de 14e speeldag. Ik wil, Frank, ook eens praten over de Rode Lantaarn. Dat gebeurt soms wel te weinig. Misschien ook wel een beetje te weinig in extra time. Moeskroen. Die spelen zaterdag thuis. Maar dan niet zoveel kijkers in die regio. Nee, maar dit is een ideaal platform om Moeskroen dus aandacht te geven. Ze staan laatste, spelen zaterdag thuis tegen Club Brugge. Ze zijn ook getroffen, dat weet iedereen wel, door corona. COVID, ja. Eén speler zelf op intensieve zorgen. Dus dat ja, en in totaal 25 gevallen, dus dat is heel veel. Wat. Ja, ze hebben ook 3 weken niet gevoetbald. En nu moeten ze 9 wedstrijden op 3 weken spelen. Maar de remonte is misschien wel ingezet, want ze speelden niet slecht. Eén helft goed tegen Racing Genk en gisteren gewonnen van Cercle Brugge onder de nieuwe coach Simao. Gaan zij het nog redden of zie je ze als grootste degradatiekandidaat? Ja, wij zeggen altijd, ja, Moeskroen in Vlaanderen dan, ja, die hebben we eigenlijk minst nodig. Maar ja, je weet dat niet, 2 keer winnen en alles staat op zijn kop, ook in die andere regio's van het klassement. Het staat allemaal zeer dicht bij elkaar. Hè. Club Brugge wel op kop, maar als je dan ziet... Ja, wie gaat hier bij die laatste 4 eindigen? En Moeskroen, ik weet het niet. Waasland-Beveren heeft ook gewonnen dan. Het is moeilijk te zeggen, want ik vind dat Waasland-Beveren soms ook goed speelt. Hè. En... Ja, thuis tegen Genk waren die schitterend enkele weken geleden. Helden hebben we al genoemd. Beerschot, dat zijn 2 promovendi. En die spelen zomaar mee, bijna bovenaan. Beerschot helemaal bovenaan. Dus
Er zijn veel verrassingen, toch? Hè? Je ja, mag zeggen wat je wil. En wie dat dan uiteindelijk wordt? Cercle Brugge spelen ook goed voetbal. En Oostende. Ik bedoel, dat is echt een flow. Ik vind het goed. Ze spelen ook... Je kijkt graag naar een match van OHL. Je kijkt graag naar een match van Oostende. En zelfs dat Moeskroen tegen Genk, die eerste helft, ik vond dat uitstekend. Ja, zeer goed. Het is een vreemd seizoen, hè? Door het ontbreken van supporters, ja, maar ook gewoon maar door... Iedereen kan iedereen verstaan. Zonder supporters wordt dat misschien nog helemaal anders. Ja, ik vind het een boeiende competitie. Echt waar. Ja, en Beerschot speelt mee in de bovenste regio, ja, zoals je al zei. Maar nu is er zondag een wedstrijd tegen Mechelen. Ja. Belangrijk nieuws bij Beerschot vandaag. Holzhauser. Ja. Holzhauser heeft verlengd zijn contract met 3 seizoenen. Dat is wel een goeie, hè, Holzhauser? Ja, dus is wel zeer speciaal. Hij heeft een zeer uitzonderlijk profiel. Hè. Je vindt dat lijkt ouderwets. Hè. Het is een beetje Pirlo. Maar Pirlo was nog wel iets straffer, veronderstel ik. Maar ja, hij loopt waar hij wil. Eigenlijk krijgt volledige vrijheid. En heeft dan 2 of 3 verdedigende middenvelders in zijn nek om de balans te behouden. Maar Losada doet dat ook zeer goed. En hij voelt zich zeer goed in Antwerpen. Hè? De stad Antwerpen. Wij wonen allebei in Antwerpen. Mm-hmm. Hij woont zelfs in mijn straat. Ja, ik weet hem wonen. En ik woon daar ook in de buurt. Dus ja, hij is daar zeer gelukkig. Hij heeft daar zijn maten. En ja, hij leeft daar op. En dat hij bijgetekend heeft, is, ik vind dat straf nieuws. Ja. We zullen hem wel goed moeten betalen hebben. Maar dan nog, hij voelt zich goed in zijn vel. En dat zie je ook aan zijn spel. Hij is zo rustig en... Het is misschien slim om dat contract nu te regelen, ja, voor hij die gouden schoen wint. Wie weet, ja, daar spreken we van. Maar eigenlijk, waarom niet? Hè? Ja, wie zou er op jouw stemformulier staan als je een top 3 moet geven? Onszelf zal er wel bij zijn. Mercier misschien ook. En dan kom je ook wel bij spelers van Club Brugge en zo terecht uiteindelijk. Mignolet, Van Aken, Refailov misschien van Antwerpen. Maar die hebben allemaal wel een wisselvallig. Refailov, ja, ook zeer zeker. Ik moet eens even beginnen nadenken. Maar Holzhauser is zo, bijna ouderwets voetbaltje. En hij is zo, ja, hij heeft ideeën. Een valse trage is hij ook. Hè? Dat is iets dat je eigenlijk tegenwoordig ook niet meer zo vaak hoort vallen op een voetbalveld. Hij is niet zo traag, hè? Want hij is vals traag inderdaad. En hij verdedigt ook mee, tactisch. En hij heeft die ploegmaats die allemaal voor hem spelen. En ja, de spelvreugde straalt van hem af. Hij is linksvoetig. Ja. En je voelt me misschien al wel komen, want we hebben het belangrijkste voor het laatste gehouden. Gouden linkervoet is... De allergoudste. De allergoudste is gisteren... Rivelinho was ook een mooie, maar Maradona was natuurlijk wel veel meer nog dan zijn linkervoet. Ja, hij is gisteren overleden op 60-jarige leeftijd. Wat dacht je eigenlijk toen je het hoorde, Frank? Ja, men meldde mij op van het journaal van de VRT, Eddie Dumaris, die daar presenteerde. En ik stond bij de training van de City Pirates, mijn zoon speelt daar, in het bos daar, op Sint-Tanneke, dat is aan de Schelde. Ja. Ik was daar een wandeling aan het maken, want we mogen niet op de compound van de trainingen zelf komen. En ja, ik moest nog in Brussel geraken, het was 5:30 of er al voorbij. Ik moest dan nog eerst dat bos helemaal terug door. 2 kilometer, dan de fiets op door de voetgangers. Ja, ja. Dan in mijn auto springen, nog iets anders aantrekken. En ja, ik ben daar 6:55 aangeland op de VRT, maar het was niet verrassend. Hè. Het stond in de sterren geschreven dat Diego Maradona, ja, dat hij jong zou sterven en 60, dat hij dan nog gehaald heeft, die straf. En deed het jou ook iets? Ja, tuurlijk. Ja, uiteraard. Want ik ben een Maradona-fan van het eerste uur bijna. Ja, Maradona is altijd zoiets geweest, zoals Rick Koppes dat ook voor mij is, maar dan in eigen land. Maradona, die in 82 heb ik hem voor het eerst echt zien spelen op het WK. Dat was niet zijn beste WK. Heeft daar ook een rode kaart gekregen tegen Brazilië. Maar eigenlijk had hij in de 78 ook al kunnen bij zijn, hè, als zeer jonge speler. Mm-hmm. En Argentinië is dan wereldkampioen geworden zonder hem in de kern. Maar had wel in de voorrondes had hij wel meegespeeld. We associëren Maradona wel vooral met het WK in Mexico, in mijn geboortejaar, in 1986. En Napels ook natuurlijk. Ja, niet alleen dat maandje WK, maar ja, dat was, hij heeft die ploeg op zijn eentje, zeggen we allemaal, naar de wereldtitel geleid. Dat is ook zo. Maar die ploeg stond ook helemaal in zijn dienst, een beetje zoals bij Holzhauser. Iedereen speelt voor hem en daar nog meer. En hij zat ongeveer in alle doelpunten zat hij ertussen als assistgever of als doelpuntenmaker. Ja. En 4 jaar later waren ze er eigenlijk ook heel dichtbij in Italië. Ja, maar dat was een zeer slecht WK. Maar je wou daar toch nog eens een fantastisch mooie assist met zijn mindere deel. Hij heeft Brazilië uitgeschakeld, wat zeer stijf is. Want Brazilië was wel favoriet, en was een zeer goede ploeg met Alomau en Careca, maar heeft daar... Ja, een soort dribbel gedaan, want hij was geblesseerd eigenlijk het hele toernooi door aan zijn enkel. Maar hij doet dan een soort kapbeweging. Hij gaat hier dit, hij doet, en hij geeft dan met rechts die paas aan Caniggia. De man die trouwens geschorst was voor de finale. Caniggia, en ze schakelen daar Brazilië uit. Niemand had dat verwacht, want dat was absoluut geen topelftal. Dit Argentinië, met een spits uit tweede klasse en zo. Maar hij doet daar een inspanning.
Want ze hebben hem het hele WK daar in 90 geviseerd op zijn enkel. Mm-hmm. Hij zat slecht in zijn vel, ook zijn carrière. En ook ja, door allerlei middelen die hij ook wel eens nam, was het echt bergaf aan het gaan. Hè. Want, hoe vaak heb je hem eigenlijk live mogen aanschouwen? Goh, met Argentinië een aantal keren. En dan met Napels heb ik hem tegen Bordeaux, tegen Bayern München, Stuttgart. Ik heb hem wel... Heb je hem ook ooit aan de microfoon gehad? Nee, nooit. Nee. Maar dat moet niet. Maradona, iedereen wou mee op de foto. Die mens was al genoeg belast. Ik heb wel dicht bij hem gestaan op persconferenties. Ja, die waren altijd overladen vol. Hè. Dus de mensen stapelden. Dat zou in coronatijden niet meer kunnen. Maar ik heb hem wel gepasseerd. Ik heb hem aangeraakt. Ja. Dat heb ik wel gepasseerd. Maar ik kijk dan zo in het eilen om toch maar niet de mensen te woord te moeten staan. Die was opgejaagd. Hè. Je bent ook wel verantwoordelijk voor de beelden die voor de meeste mensen iconisch zijn met Maradona. Ja. De bekende opwarming in München op de tonen van Life is Life. Miljoenen keren bekeken op YouTube. Hou miljoenen keren, nee. Hou je zelf ook bij? Hoeveel kliks? Nee, ik hou daar helemaal niet bij. Maar dat is gemonteerd voor YouTube bestond. Voor de social media bestond. Zelfs computers was nog in de beginfase. Ik heb dat live gezien en die beelden dan opgevraagd bij ZDF. Maar die hadden die gemaakt een uur voor de match, maar zelf nooit iets mee gedaan. Die hebben er nooit iets mee gedaan. Die moeten dat verloren gegooid hebben, denk ik. En ik heb dat gemonteerd in die 2 minuten, 20 seconden is het ongeveer. Dat zijn nog altijd die minuten die je te zien krijgt op YouTube. Niemand heeft een andere versie gemaakt. Ik vind dat zeer raar. We hebben het gisteren ook overal zien verschijnen. De NOS pakte er mee uit, BBC. En ook, want eigenlijk was dat een groep, een covergroep, die dat speelde op de piste in München. Opus was daar, hè? Opus zelf was er niet. Hè. Het was een covergroep. Opus zelf was er niet. Maar Opus heeft er wel garen bij gesponnen. Ja, het is viral gegaan. Je kan eigenlijk zeggen dat je ervoor hebt gezorgd dat een wereldwijde hit is. Inderdaad, hebben de bandleden jou ooit bedankt? Of nee, ik heb er nooit iets van gehoord. Want die hebben ook tournees gemaakt in Zuid-Amerika. Die draaien nog rond. En eigenlijk is dat... En ook bij Napels, voor elke match van Napoli... Ook nu nog draaien ze dat nummer. Hè? Ja. Dus veel royalties gaan naar de band. Ja, geen naar Frank Raas, maar we hebben wel een bedanking gekregen. Ah, pardon. Hi, this is Ewald Pfleger from the band Opus from Austria. I'm the guitar player and composer of Life is Life. This is a message to Frank Raas on Channel 11 Sports. Of course, you know, we are very sad about the passing of Diego Maradona yesterday. We want to thank you so much for doing this video with him. You know, this video in the stadium of Munich when he was juggling the ball. Thank you so much, Frank, and all the best from Austria. Ja, ongelooflijk. Het is toch echt, hè? We zeggen niet, Nee, het is geen acteur. Het is echt de man, echt de man die het nummer komt. Maar die mannen hebben daar jaren nog op geteerd. Hè? Ja, echt in Zuid-Amerika zijn die big en die bestonden voor. Kan je nu nog een factuur sturen? Of... Nee. Ik kan niks sturen. Ik heb geen enkel recht op die beelden, nog op de muziek. Dus, nee, maar het is gewoon een voldoening. En mijn belangrijkste bijdrage aan het wereldvoetbal. Ja, en we hebben echt weinig moeite moeten doen om ze te contacteren. Ja, maar dat is echt... Dus ze zijn echt wel dankbaar. Ja, die leven daar nog van. Hè. Dus heel de families leven daarvan. Eigenlijk is dat wel straf. Want ZDF, dus blijft mij verbazen, die hebben dan nooit... Ik denk dat die beelden kwijt zijn geraakt. En ik had dat op zo'n groen cassetje staan, een Betacam heette dat. Ik heb dat gemonteerd, want het was 2 of 3 nummers dat ze speelden. En die beats zijn altijd hetzelfde. Je kunt dat perfect monteren. En het is raar. Ja, maar fijn. Ik ben er fier op eigenlijk. Ja. Ik moet het toegeven. En Maradona is voor jou toch wel de grootste? Ja, voor mij is hij de grootste. Maar ik vind dat allemaal onvergelijkbaar. Maar hij is natuurlijk ook de meest dramatische, de meest tragische. Want op het einde, als je die laatste 20 jaar ook als coach bekijkt, dan is dat bijna een tragisch genie. En dan was het meer een bezienswaardigheid. En zo'n opgejaagde mens, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè. Dus die kon gewoon niet buiten komen. Dus Beatlemania, maar dan nog erger. Ja, Beatles, oké, dat is ook erg. Hè. Maar die waren tenminste nog met 4. En die hadden ook nog allerlei mensen rond, Maradona ook, maar om van hem te profiteren. En hij had dan ook dat druggebruik dat er toch ongetwijfeld was. En af en toe moesten ze hem dan oplappen, zoals voor het WK in 94, dat jij nog gezien hebt zeker. Waar hij dat doelpunt tegen Griekenland maakte en dan die uitbarsting voor de camera. En dan 2 dagen later. En dan een paar dagen later Michel Dogen, voorzitter van de medische commissie.
stuurde hem naar huis omdat hij een foutieve cocktail had genomen. Maar daar hebben ze hem echt moeten verslanken en een kuur doen ondergaan om hem fit te krijgen. Maar hij maakt daar dan wel bijna het mooiste doelpunt van het WK. Ja, ja. En hij uit dan zijn agressiviteit bijna, zijn revanchegevoelens. Er zijn ontzettend veel verhaal natuurlijk over de grootsheid van Maradona en de tragiek van, van Maradona. Tragiek, ja. En als zij bijvoorbeeld op een perstribune aankwam, na zijn carrière uiteraard, hij kon wel eens iets doen voor de Argentijnse tv bijvoorbeeld, op een WK, zijn enorme perstribune waar allerlei vedetten zitten. Hè. Arsène Wenger, allerlei ex-voetballers of trainers, die zitten daar. Maar ja, oké, dat ben je gewend. Fernando Hierro, Mitchell van Real Madrid. Maar als Maradona, die kwam dan meestal zo, als de match al 10 minuten bezig was, kwam die aan en niemand kijkt nog naar die match. Iedereen kijkt naar Maradona. Ja, dat dan ben je de grootste. Charisma, dan ben je de allergrootste, de meest spraakmakende. Al Pelé, Zidane, Cruyff, noem ze maar op. Messi uiteraard. Maar dat zijn, in vergelijking met Maradona, zijn het saaie mensen. Oké. Je bent geen saaie mens. Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio. Frank Rees, moet ik vanaf nu zeggen, zoals de Oostenrijkers dat is uitspreken. Frank Rees, ja. Succes bij Eleven. En binnen de enkele speeldagen sta je gewoon in het stadion commentaar te geven. Zitten, liefst. Zitten, ja. Okay. Ik wil jullie ook bedanken om te kijken. En volgende week zijn we opnieuw van de partij met een nieuwe Eleven Corner. Tot dan.